Het weggepeste Marokkaanse gezin uit de wijk Ter Weide in Leidsche Rijn is opnieuw het slachtoffer geworden van getreiter. Vannacht is de auto van de familie in brand gestoken. Eerder al werd hun huis beklad en ging er een steen tegen de ruit. Daarna dook het gezin tijdelijk onder. En vannacht was het dus weer raak. De schade aan de auto is gelukkig beperkt gebleven tot verbrande bekleding en een kapotte ruit. De brandweer is er snel bij na een telefoontje van een oplettende buurvrouw. Maar voor het Marokkaanse gezin is het de zoveelste klap in het gezicht. Ze willen niet op camera reageren, bang als ze zijn voor represailles. Maar ze zijn het spuugzat dat ze telkens weer belaagd worden. Ze hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan en dat de gemeente en de politie niets voor hen kan doen. Ze hadden al plannen om na dit schooljaar uit de wijk te vertrekken, maar willen nu direct weg. Politiechef Johan van Renswoude betreurt dit, maar vindt dat de politie niets te verwijten valt. Dat is geen nederlaag voor de politieorganisatie. Wij hebben de middelen die de samenleving ons geeft. Wij hebben de capaciteit die de samenleving ons geeft. Daar doen wij het mee. Waar wij op aanspreekbaar zijn, is dat we met die middelen proberen te komen tot het allerbeste resultaat. En daar doen wij onze stinkende best voor. Maar ja, we leven ook in de rechtsstaat. En dat betekent dat je aan een vermoeden bijvoorbeeld niet genoeg hebt om iemand te kunnen opsluiten voor een aantal jaren. En meer dan een vermoeden heeft de politie op dit moment niet. Het gezin wordt al maanden getreiterd. Eerst door de buurjongens, maar die zijn in maart hun huis uitgezet. Eén van hen zit nu vast en de andere heeft een gebiedsverbod. Maar de pesterijen gaan door. Eind april worden het huis en de auto van het gezin beklad. En nu is het dus weer raak. De politie denkt nu dat de vrienden van de buurjongens erachter zitten. Nou ja, die jongens die hebben een netwerk in die wijk. En nou ja, zoals u zegt, er is één gezin nu gedwongen verhuisd. Maar er zitten nog heel wat vrienden in dat gebied. En ja, die veroorzaken deze ellende. Moet je die dan ook niet erbij uitzetten? Als we daar ook maar enigszins een aanknopingspunt voor hebben, dan vliegen die wat mij betreft ook de wijk uit. En we praten hierover verder met burgemeester Wolfsen van Utrecht. Welkom. Ja, wat dacht u toen u dit verhaal hoorde vandaag? Nou, het eerste was ik ontzettend boos. Toen ik hoorde hoe de politie werd gebeld van dit speelt weer, ontzettend boos. En het tweede, ontzettende ja, meeleven met de slachtoffers. Ik ben er ook gelijk naartoe gegaan, gelijk afspraak afgezegd en naartoe. Ja, hoe gaat het met het gezin? Nou, ik ben er geweest, waren beide thuis. En op zich, de vrouw is redelijk rustig. Maar de man zegt, ja, ik zet die auto vannacht wat laat, parkeer ik. En dan een uurtje later gebeurt dit. En ze weten niet precies natuurlijk uit welke hoek het komt, hebben wel een vermoeden. Ja, en zijn ook een soort wanhopig, willen graag naar een andere woning. Nou, wie gun je een mooiere woning en een betere woning in een betere wijk dan deze mensen? Ja. En nu hebben ze gezegd dat ze ook echt direct weg willen. Ja, er wordt met grote voorrang naar gezocht. Alles wat daarvoor nodig is, is ook gereed, zeg maar. We willen ze wel een nette woning, wordt hen aangeboden. We leven natuurlijk zeer mee met dit gezinnetje. Vandaar ook mijn onmiddellijke reis naar Ter Weide. Ja. Maar wat is dit voor buurt dat dit weer daar gebeurt? Ja, we weten niet precies of dat die buurt zelf komt, maar het ernstige vermoeden is er wel. En de politie zit er echt bovenop. Alle middelen in die ze hebben, waaronder zijn altijd vragen over. Natuurlijk ook opsporingscamera's, maar die zie je natuurlijk niet. Maar waar en wanneer en hoe die worden ingezet, kan ik ook niet zeggen. Allerlei andere technische middelen, ze posten ook, ze staan ook in de wijk 's nachts. Is het toch misschien niet genoeg? Ja, het is soms secondenwerk. Hè? Het is een hele tijd, de vrouw zei vandaag ook tegen mij, het was net weer zo lekker rustig, weer een maand lekker prettig gewoond. En dan denk je ook weer, nou, gaat de goede kant op. En opeens, in een soort moment, slaan ze weer toe. Nou, we hebben al die ouders ook bezocht van de jongens uit die wijk die in die groep zitten, die lopen ook serieus risico. Want de politiechef al terecht zei, als wij maar één link kunnen leggen tussen een jongen in die wijk en die ouders, hè, dat ze er wonen, dan koffers ze pakken, wegwezen. Ja. Maar dus toch, we hebben daar een zero tolerance. Ja. Maar toch, toch af en toe in het passeren gebeurt het buitengewoon vervelend. Dus we ergeren ons dan mateloos. Maar even concreet, wat kunt u nu doen voor die mensen? Nou, met ze meeleven. Alle middelen die we inzetten, zetten we in. De politie doet wat ze kunnen doen. Toezicht, handhaving, straatcodes, noem maar op. We helpen ze ook. Als ze wat nodig hebben, helpen we daar ook bij. Maar de politie zei eigenlijk net een beetje van ja, we moeten ze op heterdaad kunnen betrappen. Want anders kunnen we eigenlijk niet zoveel. Nou, je moet wel bewijs hebben. Hè? Dus als je naar een rechter gaat om te zeggen, zet deze mensen de woning uit. Hè? De buren, wat dat bij twee woningen gelukkig gelukt is. Ja. Zitten een paar jongens vast. Zei de rechter natuurlijk ook. Hè? Je moet bewijs hebben. Hadden we gelukkig. De buurt wil heel graag camera's ook. Dat zou ze een veiliger gevoel geven. Ja, er worden opsporingscamera's nu ook ingezet. Alleen die ziet men niet, maar die worden wel ingezet. In het belang van het opsporingsonderzoek zelf kan ik niet zeggen waar, wanneer en hoe dat gebeurt. Maar camera's worden ook ingezet. Dus die ongerustheid kan ik echt wegnemen. Dat gebeurt. Ja. Maar ja, je moet een bewijs hebben tussen de jongens en wat ze daar doen. En ze zetten echt alles op alles om deze mensen daar te helpen. Ja, hoe laf kun je zijn om deze keurige mensen, met werkelijk keurige kinderen, zo te
treiteren. U zegt dat u... Onacceptabel. U zegt dat u ze gaat helpen naar een nieuwe woning te zoeken. Zeker. Wanneer hebben zij een nieuw huis? Nou, alles wat aan het papieren, urgentie en daarvoor nodig is, is er. Maar ze zeggen ook terecht, we willen natuurlijk, ze hebben een mooie woning. We willen graag een soortgelijke woning. Vinden we dat ze er ook recht op hebben. Dus het is een kwestie van dagen of weken. En dat er ook een woning leegkomt die voor hun passend is. Want we gunnen deze mensen, deze nette kinderen, die zich werkelijk voorbeeldig gedragen zelf. Bijvoorbeeld voor de buurt zouden kunnen zijn. Ja, die gun je de mooiste woning waar dan ook. Nou, laten we hopen dat we niet binnenkort weer zo zitten met elkaar hier. En dat het gaat helpen. Dank u zeer. Dank u wel.